Het Kleikloos initiatief houdt in dat wij op één galerij een aantal woningen willen kopen met elkaar. Waar we samen gaan wonen, dus een leefgemeenschap deel is. Waar we opvangplekken willen bieden, waar een kapel komt, waar een buurtkamer komt. En op die manier willen we een kloostervorm gaan geven. Nou ja, het klooster is eigenlijk tot stand gekomen vanuit een groep christenen die hier woonden. Vanuit de kerk waar wij toe behoren, dat is Stroom Amsterdam. Dat is een relatief jonge kerk in het centrum. En die willen ook graag in Zuidoosten, wilden wij als groep die hier woont, aan de slag. Er zijn hier al 130 kerken, dus we wilden niet een nieuwe kerk beginnen, want daar preekplekken zijn er genoeg. Maar voor diaconaat, dus op het dienstbare vlak en voor de noden die er zijn, is er voorlopig geen verzadiging. Dus van daaruit dachten we, nou, dat is een manier waarop wij ons kunnen inzetten in onze buurt. Waarom er zoveel initiatieven zijn? Ja, het klopt dat er al heel veel zijn. Waarom in een klooster? Nou, onder andere omdat we het heel erg graag willen doen vanuit onze christelijke identiteit. Dus we willen heel graag vanuit eigenlijk het evangelie van Jezus willen we op deze manier gastvrijheid en opvang bieden en van betekenis zijn voor de buurt. En dat zijn natuurlijk niet alle initiatieven hebben dat. En daarmee is een klooster, dat is heel obvious, zeg maar, dat religieus van aard is. Dus dat het niet een gewone leefgemeenschap is van mensen die elkaar leuk vinden. Maar we willen echt geworteld zijn, ook in een grotere traditie. We zijn niet de eerste. Pretenderen in die zin niks nieuws. Maar we willen wel graag hier iets beginnen. Nou ja, je ziet hier achter de flat. Het bestaat uit 4 lange delen van ongeveer 100 meter, waar per stuk 100 woningen in zitten. Wij willen eigenlijk in dat deel, het derde deel is dat, en we weten nog niet welke verdieping. Boven is mooi en dan kunnen we op het dak. En lager is goedkoper, dus het is ook een beetje afhankelijk van wat we kunnen betalen. Of ik dit een geschikte locatie vind, nou, daar vraagt u mij te veel. Iedere locatie is geschikt. Je kunt in een tent gaan wonen in de woestijn en je kunt hier midden in de stad. Ik vind het een heel boeiend initiatief en ik vind dit ook een boeiende locatie om het hier aan te durven. Maar of het zal slagen, dat kun je alleen maar hopen en daar kun je alleen maar voor bidden. Dus in ieder geval hebben jullie een mooie ideaal, maar jullie hebben ook een bepaalde doelgroep. Ja. En tref je die hier? Dat is mijn vraag. Die ga je niet vinden in dit flatgebouw, omdat dit koopwoningen zijn. Ja. Maar die vind je bijvoorbeeld in het flatgebouw hier tegenover. Ja. En hierachter. Dus die vind je eigenlijk om ons heen. Oh, ja. En dan ga je vanuit hier, gaan jullie voor die mensen. Ja, precies. Okay. Ja. Of dit een goede manier is om betrokkenheid in een wijk te initiëren, denk ik heel goed. Een hele goede manier. Want dan heb je een groep mensen die samen iets willen. Dat is een soort motor. Voor de hele wijk kan dat belangrijk zijn. Toen net hadden we het erover dat hier misschien juppen komen wonen. Of oudere mensen die zeggen dicht bij het centrum van de stad en toch een beetje lekker rustig. En heel dicht met de metro ben ik zo in het centrum. Dus die kun je hier ook krijgen. Voor al die mensen kun je iets gaan betekenen. Ja, op dit moment gaan we zeg maar, proactieve verbindingen aan met allerlei christelijke initiatieven en kerken hier. En is het zo dat we op dit moment niet proactief verbinden met boeddhistisch of moslimgemeenschappen. Er staat hier een moskee vlakbij, dus het is logisch dat daar contact ontstaat. Maar dat zal met name vermoedelijk via opvang komen, dus mensen die al relaties hebben en bij ons terechtkomen. Die mensen zijn namelijk al in een bestaand netwerk. En wij komen via de opvang met hun in contact en bieden ook voor hen natuurlijk een gastvrije plek. Dus via opvang, dat zijn voor ons nieuwe relaties, nieuwe contacten. En daarmee verbinden we ons. In principe zijn er geen verschillen. Want het klooster waar ik, in de traditie waarin ik sta, is zo begonnen zoals zij nu beginnen.
En dat vind ik het leuke, dat wij weer terug zijn bij onze bronnen, zal ik zeggen. En dat het een cirkelbeweging is. Dat vind ik het hele mooie. Dus het kloosterleven heeft een geschiedenis. En iedere keer weer een nieuw begin. En met ieder nieuw begin ben je blij. Want het is een teken van leven. Kloosterleven is gemeenschapsleven. En het hele nieuwe van hun is nu eigenlijk dat ze... Bij ons is het celibaat is eigenlijk de oorsprong. Je bent niet getrouwd. Daardoor krijg je ook minder gemakkelijk ruzie. Als je met echtparen gaat samenwonen, die echtparen krijgen kinderen, of die hebben al kinderen, en die kinderen die zeggen dan, want ik ken wel meer kloosters waar het zo is, die zeggen dan, die willen andere dingen, zal ik zeggen. Dus je hebt ingebouwd, heb je weerstand zitten. En dat is allemaal heel spannend om daarmee om te gaan. Dus het vraagt heel veel met elkaar praten, overleggen en dat. Maar als ze daar de puf toe hebben en het geduld, dan kan het heel mooi zijn. Kan het heel mooi zijn. Kijk, wat wij... hier willen is verbinding aangaan. Willen we een plek zijn waarmee we met mensen in contact kunnen komen, waar we een gastvrije plek is, waar iedereen welkom is. Echt ongeacht achtergrond of wie ze zijn. Dat is wat we heel graag hier willen doen. Dus dat alleen al past volgens mij heel goed in de nieuwe eigendachten. Tegelijk is het ook zo dat we gaan proberen samen te leven. Met elkaar. En dat kon ook nog wel eens, wat al werd genoemd, conflicten opleveren of andere struggles. En ook dat is iets wat we wel willen doen. Dat is wel wat we willen. We willen wel gewoon, ook uiteindelijk ongeacht met wie je woont, goed samenwonen.